Welkom bij deze uitleg over handelingen. En voordat ik aan de foto ga beginnen, ga ik eerst naar Bridge. Ik wil namelijk eerst een heel klein stukje vooraf vertellen. Ik heb hier 9 concertfoto's en dit zijn verschillende foto's. Zo staan er een aantal JPEG-foto's, maar er zijn bijvoorbeeld ook uh, foto's in het formaat PSD. Die zijn dan in dit geval 16-bit en hebben een Adobe RGB-profiel. En er zijn ook twee TIFF fotos en die zijn ook gewoon sRGB en 8-bit. En dat wil ik dadelijk allemaal verkleinen. Voorzien van een wit randje. En opslaan in een nieuwe map. Nou, dat is op zich hartstikke eenvoudig te doen. Ik hoef het Photoshop één keer te vertellen. En vervolgens kan ik zeggen: herhaal dit bij alle andere foto's. Terug naar Photoshop. Wat gaan we doen? We gaan een handeling maken. En dat doen we bij Venster, Handelingen. Of de sneltoets Alt-F9. En dan zie je dat er al een aantal staan. We gaan echter een nieuwe aanmaken. En die noem ik Concert. En ik geef hem een functietoets F5. En vervolgens klik ik op opnemen. Je ziet dat hieronder een klein rood balletje is verschenen. En dat betekent dat we aan het opnemen zijn. Nou, het eerste wat ik doe is: ik verklein de foto. Ik maak hem 1200 pixels breed. En um, ik zou er een klein wit randje omheen maken. En dat doe ik in dit geval van 25 pixels rondom. Alles wat je doet, dat wordt in de tussentijd opgenomen. En je kunt gewoon doorwerken zoals je altijd gewend bent. En als je dadelijk klaar bent, dan druk je op stop. Doe je dat niet, dan blijf je heel lang opnemen. Nou, deze foto moet ik ook omzetten naar 8 bit. En omzetten in een SRGB formaat. En vervolgens ga ik hem als JPEG opslaan in de map Concert verkleind. En dat doe ik dan in een kwaliteit van 12 in dit geval. En ik sluit de foto. Vervolgens stop ik de opname van de macro. Nou, je ziet er een aantal stappen bij staan: afbeeldinggrootte, canvasgrootte. Eerst hebben we hem verkleind naar 1200 pixels. Toen hebben we er nog 25 pixels omheen gemaakt. We hebben hem omgezet naar 16-bit in srgb, opgeslagen en gesloten. En we hebben deze handeling concert genoemd met de sneltoets F5. Want als ik nou bijvoorbeeld een andere foto zou openen. En ik zou nou op F5 drukken. Dan gaat hij die handeling afspelen. En het gaat iets te snel. Maar als ik nou kijk in de map Concert verkleind, dan staan daar opeens twee foto's verkleind en voorzien van een wit randje. Maar ik had nog meer foto's. Moet ik nou voor iedere foto op F5 gaan klikken? Nee, dat hoeft niet. Ik kan bijvoorbeeld de resterende foto's selecteren. En dan ga ik in bridge bij tools. Photoshop naar Badge. Dan opent hij Photoshop. En ik klik hier de handeling aan die ik wil hebben, in mijn geval concert. En ik druk op OK. Photoshop gaat nu iedere foto openen, de handeling verrichten en sluiten. En daar is hij soms eventjes mee bezig. Nou, in dit geval valt dat wel mee. En als ik nou in bridge kijk, in de map verkleind, dan staan ze daar allemaal. En zo simpel is het. Mocht ik nou bijvoorbeeld zeggen van. Als ik een foto open. Ik wil uh, bijvoorbeeld de afbeeldingsgrootte geen 1200 pixels hebben, maar een ander formaat. Dan ga ik bij de macro opnieuw op opnemen drukken. En ik zeg bijvoorbeeld maak hem 1800 pixels. En dan zie je dat ik twee keer afbeeldingsgrootte krijg. Eén keer 1200 en één keer 1800. En ik sleep gewoon die van 1200 weg. Zou ik de action nu spelen? Dan gaat die foto's verkleinen naar 1800 pixels. Het doet een klein wit randje en alle andere handelingen ook weer. Een van die belangrijke handelingen, vooral als je met grote hoeveelheden foto's wil werken, is aan het einde het woordje sluiten. Klik je niet op sluiten, dan houdt hij je foto geopend in Photoshop en daarna opent hij gewoon de volgende foto. Met als gevolg heb je honderden foto's, dan blijven ze alle honderden openstaan en dan loopt Photoshop uiteindelijk ook gewoon vast. Dus vergeet dat niet.